Ik krijg dat trouwens hier ook van mijn toch niet. Heel speel, ik weet niet waarom. Maar. Wat is jouw eerste herinnering aan muziek? Weet je dat nog? Mijn eerste herinnering aan muziek. Wat moet dat geweest zijn? Ja, waarschijnlijk iets poppenkastachtig. Ik weet nog een toneelstukje dat opgevoerd werd door mijn leraar van het eerste studiejaar. Ik was nog jonger dan het eerste studiejaar toen. Maar, en die had zich verkleed in een hele grote witte vogel die in een kooi zat. Maar ik weet niet precies hoe het stuk heet of hoe het verhaal in elkaar zat. Maar ik weet wel dat er een liedje was dat ik altijd maar opnieuw wilde horen. Zodat dat hij dan ook in de klas, toen ik bij hem kwam, opnieuw bracht. Dus dat moet het eerste bewuste zijn. Weet je nog waar dat liedje over ging? Ja, nee, het was iets uit die kooi breken natuurlijk. Zoiets zou het zijn. Maar. Mm-hmm. En werd er bij jou thuis ook veel muziek gedraaid? Deden je ouders iets? Mijn papa was een DJ op platenfeesten. Op platenfeesten. Mijn papa was een DJ op trouwfeesten, sorry. En hij had een hele platencollectie die dan in zijn postauto wel gesmolten is. Dus dat is wel een beetje moeilijk. Een moeilijk gegeven geweest, maar we hebben wel heel veel gedraaid van Boudewijn de Groot en Simon en Garfunkel en dat soort dingen. En mijn mama was accordeonspeelster die mij ook naar de muziekschool gebracht heeft om piano en viool te studeren in de eerste instantie. En was er een liedje wat je ouders misschien thuis draaiden, wat je echt bijgebleven is, zeg maar? Wat ik wel nog weet is dat mijn vader een heel grote Miel Kools van was. En op nieuwjaarsfeesten Boer Bavo op tafel ging zingen. Zo. Dus dat was wel iets heel fijns. Nou, je had het net over dat je nog heel jong was en dan dat liedje hoorde, over die vogel in die kooi. Mm-hmm. Maar wanneer begon je echt zelf als kind muziek te maken? Ik heb van heel jong liever met muziek bezig geweest en ik wilde altijd maar playbacken en toestanden doen. Maar toen ik 9 was, heb ik met een vriendje beslist om op een podium te gaan staan, zo'n zangwedstrijd. Maar dat is allemaal voor de lol. En dan wilde ik natuurlijk met een muziekschool daar echt voor gaan. Ook zo. Ik weet niet waarom ik toen viool gekozen had. Zo, want dat is zo niet het meest voor de hand liggende instrument als 9-jarige om ervoor te kiezen. Maar voilà. En ik ben er ook niet mee doorgegaan. Toen ik 12 jaar was, was het iets te veel. Ik kreeg er trouwens jeuk van in mijn vang. Als ik viool speel, ik weet niet waarom. Maar. En dan... dan ben ik in groepjes terechtgekomen natuurlijk, in grunge-groepjes en zo. En al heel snel, toen ik 17 was, ben ik met Hooverphonic begonnen. Nog heel even terug naar dat moment als 9-jarige. Waarom wilde je dat doen? Waarom wil je dat? Waarom wil je als kind beginnen tekenen of ga je voetballen of zo? Ik weet het niet. Dat is gewoon hetgeen wat je op dat moment aantrekt, denk ik. Oké. Als 17-jarige bij Hooverphonic. Je was toen een vierde zangeres op het Hoe kwam je daar zo bij terecht? Wat is het verhaal achter van de Nederlandse... Hoever was op zoek naar een nieuwe zangeres. Liesje was vertrokken. Liesje was de eerste zangeres die op de eerste plaats stond. En ik ben naar de auditie gegaan op aanraden van een goede vriend van mij toen. En die heeft... die hebben mij toen niet aangenomen omdat ik te jong was en omdat ik werd uit 3 mensen gepikt toen, maar ik was de jongste van de 3 en ze hadden net hun allereerste zangeres verloren omdat zij ook nog heel jong was en daar nog niet wilde volledig voor gaan. En 3 maanden later kreeg ik toch het telefoontje of ik mee wilde naar Zwitserland 2 weken later of zoiets. En dat was dan mijn eerste try-out. En zeiden ze toen ook wat ze zo goed aan jou vonden? Ja, ik denk dat het op dat moment het belangrijkste mijn stem was natuurlijk. Want voor mijn hippie look zullen ze het niet gedaan hebben op dat moment.
Ja, ik denk dat het belangrijk was dat de nummers gebracht konden worden. Dat ze er zeker van zijn dat de nummers die er waren, dat die gebracht zouden kunnen worden.